Ik heb het laatst uitgelegd aan een meisje van 5. Die vroeg, waar gaat je boek over? En toen zei ik, het gaat over heel erg verliefd zijn. Dat was iets wat zij ook nog wel kon begrijpen. Tegen volwassenen zeg ik dan, het gaat over verlangen en waanzin en wanneer verlangen overslaat in waanzin. En in de titel, het woord Orrewoed, heeft al zowel dat verlangen als waanzin erin. Ja, leg eens uit. Ja, het is een heel interessant woord, vind ik zelf. Omdat het komt uit het Middel-Nederlands. En het is nu eigenlijk niet helemaal duidelijk wat dat woord betekent en waar het precies vandaan komt. Maar ze weten wel dat woed, dat dat te maken heeft met onze woede. Dus dat is echt drift. Daar zit dat verlangen ook in. Dus echt een drift om. Ja, in het geval van die Middel-Nederlandse mystiek, waarin het veel werd gebruikt om samen te smelten met een hogere macht, met Jezus. Dat zit erin. Maar dat stukje oren, dat weten ze eigenlijk niet waar dat vandaan komt. En dat zou ermee te maken kunnen hebben, dat is één theorie, dat de beesten in hun oor werden gestoken door horzels en zo, en dat ze daar hondsdol van werden. Dus daar zit een soort waanzin-element. Daar begon de gekte. Ja, daar begint de gekte. Maar ze zeggen ook wel dat het te maken kan hebben met licht of gloed of vuur. Met woorden die met die stam te maken hebben. Dus En die ja. verwijzen weer naar heel grote gevoelens, denk ik. Ja, dus ja, er zit heel veel gevoel inderdaad in dat woord. En tegelijkertijd is het ook een mysterieus, niet helemaal grijpbaar woord. Dus dat. Ja, dat slaat mooi op wat er gebeurt in de roman. Ja.